myself even build setter. Yeah. Je maakt dat jong boy boto nee Charlie le bana, maar natuurlijk ja mijn microfoon leti. Te jong boy boto nee Charlie bana de maakt dat komeni sanita. Ja, me love you, me love you. Maar jong boy, jong meisje boto ook toen nee Charlie bana. Dus me te me we met een dame dan even als een dame misapt dat een dame verliefd nam dat po. Dan ask me how you from me tak arki boom da te adam ask me which is seeker that you from a hold da me tak yo en I tell you me tak yo ma altijd zeg je meen je het echt Isabi, te u tak no betekent tak na ja. Te u tak ik kan tak na wan san chokroi. Dus je hebt niet gezegd ja, ik hou van je. Dus te u leert op een dame, of een dame leert op een heer, if na geniet jo geniet, taki Want if je taki ik hou van je, no wan heavy word to. Nou, dit is mijn bar alles maar odi. Dus, if me tak me loop uno, dan me tak ja me loop uno. Maar if me tak dat is stof tot nadenken. Dus daarom ik me taki de man zei taki, naga de vrouw. A word me loop you, me wan libi naga you, me wan de naga you. Dan moet je in neerje, atori dat die if is op tak you no tang. Want dat in je broek kan trouwen ati. Ja? Dus, mga disi, mi wan bigi aneti na nga uno. So, wem belees wan sani, tide, meneer Noor Mohammed, of Ploort Mohammed, do an na apa fu een voorzitter. A do an na apa fu een voorzitter, VAP, Chandrika Persat Santoki, taki de redde seranang pe yuna redde seranang sisrefi ja u de bezig e hol seranang uit we roei seranang uit we vernietig akondre sot redde sma e steute a partij of a regering fu no kan tja succes in a kondre fu wie suit seranang wel meneer Noor Mohammed. If me mitang ay me naki wan baka i de klap. Me ka heel bril fi frigwa sayana. Serieus. Me de en staat fo klap yo. Klap yo gi yo maniri. Ler por legi yo. Want toch hoe ap wan dat radap eh. Meneer van volksgezondheid. Na man dat kaluku vakan pot wan gebed ki. En if gebed no de we luku wan fu wan dagu di e fit you. Maar meneer Noor Mohammed, vanaf dag 1 a reis fu nu na Guyana ibe di no a hura stemming dat I eindelijk u dorof u freed a money fa kondre. U sabi taki ondro a presentasi fu fe in a NPS un owe na a fesserei be de altijd na VAP. Minesap zei de mekki, u be fit, zo so gi dape. Maar NPS minesap ook toe zei de mek NPS be gunu, zo so den post dati. Moro furu. En dapo fura moni, dapo roof. En dapi is dombaka e roof. Yuna nga minister seudin. Ja, gayadin, serefi kon leg en rommel uit. Geef ons 25 zetels en meer. 2025. Brian nga sa. Even wang u kan gieden man. Even wang ni, u kan gieden man. Maar natuurlijk, tireneti, wie ocharengo waka tapatur, fu, wan shuit poku, ma me bigge baru nu want, aboto, e bigge lus safsafri, safsafri, aboto, e bigge lus kong. Dus, te a ministere taki, de ye shide, de dalananga oli in de masking, fa de mai suina oli.
naf dat mek demo an kong. Naf a oli in de resa san toki taki. Deze verkiezing gaat om gas en oil. Dus aman berekenen schreef ik ba. Want aman behoop taki. In die regeer termijn. Samen met Cordes, maar dat doffe naar gas en oil. Met omenisme bereken dat naar succes doffe niet. Maar helaas. Alle de man, Apache soort de man, dat man. Pas baka 20, 25. Wat taki over gas en oil. Midden kan de woffe niet olie. Of kan de wat de sofara voor pompo a olie. Dus daarom maak de mij bije. Suku 25 nanga 26 zetels meer fu kan rigeri fu de man kan free fu de man kan do sa de man wani nanga serna people a gas and oil tori ya yeah? If en chan sabi taki a gas and oil no kon 25 ano kon 26 en amandi si chandrika pasat santoki mi e dure voetakken, boem voeser na ma we frede voetakken, en omus, stes dan vastig voen op dat die dibri dis moro, en anga bravo, stes dan vastig voen op de man dis moro, want, a man dis i de en staat voen op die verkiezing, of voen vervals a verkiezing, voen kan dena a machti, ten koste voen om een dede san kan vader na kondre, dat na man dis te bezig gedoe, Amand is de bezig voor creëer een kloof tussen arm en rijk. En te met dat een kloof aan mij creëer. Aan mij creëer een kloof tussen arm en rijk. En dan ook een tek een voorbeeld zou ik gebeur dat ben naar Haiti. Want dat in een oorlog zou ik gebeur in Haiti die na deed. Dus Amand is de in staat voor creëer een burger in Suriname. Voor meki a people control kon de ontevreden en dat a vlam vat in a pang. Maar want u man e verref takatori. Maar om takatori fade. Te u sabik ba fa wan psychopaat e go to werk. Nee sabi tak wan psychopaat de staat. Voor meki sma bribi fu katana a machti. U arki bonsa met taki. Fukan tana amakti. En if amang no matana amakti. Amai kreer wan oorlog. Amai kreer wan oorlog. En het zit niet ver. Van de monding van de Suriname rivier. Dus if uno no koni. Uno srapu. Alla de man sa de belas nanga. A beleid in Akondre. Dat was she van watra egona krontobere. We kunnen het nu beginnen te roepen, zodat iedereen scherp is op overal om te weten dat wanneer er een meerderheid van 25 zetels bij de VAP is, slaat de vlam in de pan. Omdat er zwaar gefraudeerd is, ze zijn bezig. Ze zijn bezig. Is geen grap. Omdat heel veel mensen denken, ja, die betak ik ba. Want bekende vrouw betakking, met een kanening, maar dat is maar dat long moet uit de politiek, die als aan de licht de mamoro, de malong, de bango kibri, taki, de mauju roti, wo fen roti, winsu no fena roti, wo fena bonyo, wel niet eens als je voor een roti une feni. Ja? Niet eens als je voor een roti une no e feni. Ja? De boju roti. Stem gide man. Wel, next une feni. En next de man ose tu. Daarom ik me wan lekhu uit. Ik bereng sa. Taki usha san lek grap. Uteka san lek play. De mans don foyarik ba. Niet eens. Wang oso de man obou.
Niet eens one project. President Santoki Bebar. Er gaan elke week, elke maand gaan er nieuwe projecten. Er komen nieuwe projecten elke maand. We bos dappen. Zo rommel. No, de akkoers is dalen, maar het douane koers niet, saka. Zij de. Naf horen no like people voor de gek. Want dadelijk de akkoers op gualog toe. Na lek wan raket. En oma hoor vol, na money de mij meki. En Santoki, e bang money in a maatschappij. En te je bang ka money in a maatschappij, dat betekent nou een geen welvaart. Op den duur, douane koers no man saka wan serena sasserena exporteer. Voor Sanomo, een grootste export voor Suriname naar drugs. Ja? Dus je export normaal compenseert aan import. Dus je koers wordt bepaald naar je leven. Maar als je consumeert, dan ik kan je koers zijn in de prijs in de winkel. En steeds de maïgualog toe. Ja, een trap in een rommel. Als je het eerst koers hebt, dan dat ook gebeurt niks van waar. Want u onthoudt, een land die niet exporteert, betaalt de hoogste koersprijs. Ja? Als je niet eens iets hebt om een Chinees te, aan te bieden of de buurlanden aan te bieden, dan weet je al hoe laat het is. Het is geen grap. Het lijkt op een grap. Maar het is geen grap. Dus alasma ete yo alaisi me baru alasma odi. Ja, iedereen groet ik alades maar zei kom piep me bar odi. De man die si de in staat voor go over lijken. En uno me grap, uno siribi me betake es deneti. Taki. Deze mensen heb ik gestreden tegen. En ze vonden het niet goed omdat ik hen door had. Waar iedereen in slaap gesust was, was deze guerrilla wakker. En dan me piep de man. Dan me volg de man. Om me langer me volg de man. One day was domp chin zo. Kan het tiden niet meer katika ting. Het is niet racistisch bedoeld. Maar ik wil toch een stukje van mijn jeugd vertellen aan jullie. Eenmaal misdonja en mijn loop takip tussen de lagondra en poko, want we gaan straks genieten van wat heerlijk muziek. Mij geboren in 73. Mij gaan aan die keer in Ascoro, Boma Polder. Ja? En mij beten aan een nationaal project. Nieuw Nikeri. Ten dat na nieuw project voor Nikeri ebouw. Ja. Een project dat hij weer een ongevallig succesproject. En ten dat maskita belijken vallen. Dus die weer wat weet. If you want she maskita. Dan weer wat weet korosi. Die de hier dus nou na eigenlijk na tega dorosi. Na zwart wit. Net die ino man sribi. E 5 uur bakar na you no tap you also. You know, man, Siribi heeft jouw ambroko shutter. Zijn maskita heeft voor haar camera. Maar dat is even sideline. Dan was hun die staan die meisje met Abi 13, 14 jaar met Abi. Dan begin je jeuk te krijgen, toch? Je krijgt jeuk. Jeuk hier, jeuk daar. Isabi toch? Men zegt vlinders. Dan was hun die staan die meisje. Men vindt me leuk. Malti. Mooi in die stanipje. Ik vind me leuk. Maar hoe ben je zo'n tap moan scoren en hoe ben je? Toe blakka boy. Nou, wat doen we meisje? De rest hebben de zo'n hun die staan. Nu wat mannen betek naar ono. Wins wat besoek aan toenadering. De mannen betek naar ono. Gees lik na poepa de man besie. Is mijn verhaal. Kom uit die jaren, in die tijd was de racisme duidelijk te merken. Want een donkere jongen mocht niet met een Hindustaans meisje naar huis komen.
of een Hindoestaanse meisje mag niet met een donkere jongen naar huis komen. Maar een Hindoestaanse jongen mag wel een donker meisje hebben, want op die fiets moest hij leren fietsen. Dat werd ze aangeleerd. Maar hij mocht niet met dat donkere meisje thuis komen. Het is mijn theorie. Dus we praten even over het verleden. Het verleden moeten we kunnen praten erover. En naderhand, langzamerhand, vond dat kind me leuk. Maar toen heeft haar vader er gezegd, als ze met mij iets wil, dan gaat hij ervoor. Dat meisje wou niet meer met me praten. Ze zwaaide elke dag na school voor me. Maar het gevoel van haar van binnen spreekt anders dat ze met mij iets wil hebben. Maar het werd ze ingepompt dat het niet mag. Koosje. Wanneer ja, kolintje dan haar in die boy. Je chade boy, hard troll. Hey, my God, we vinden dit soort dingen. Dit jongen, dag Susie King. Dag iedereen. Wie ik niet bij naam kan noemen. Iedereen doe ik de groeten. Dan me gewoon tori godoro. Voor zo gaan naar chapter. Dan. Abtje kree, ala dit abtje kaskor. Mijn accent aki. Hij gaat toilet. Dat mij doet, dat mij go was mij aan, dat mij actie waren met jullie. Hij tegen mij, ik hou van je. Maar ik mag niet met je praten, anders gaat mijn vader me maken. Op den duur, heb je go kri ala dia of zo. Dan, God zij dank dat die vader haar heeft gevraagd wat er is. Dat leg haar pa uit. Dat pa tegen, dat u bij abi, de bij abbegina of zo. Dan ga je rond eten zo uitbladeren, dan ga je rond de kring zitten en zo. Maar ik was niet zo lenig om mijn benen te kruisen. Dus toen zei die vader ervan, neem hem mee naar huis. En toen ben ik gegaan. En ben ik bevreden. En toen zei die vader tegen mij, Kafri, bol. Is blakamang, kom. En dat was die tijd dat we konden zeggen, kuli blakamang. En we accepteerden dat. En in deze tijd is dat niet meer mogelijk. Maar, die vader zei tegen mij, if you loop Malti, dat je moest gaan naar geloof. Dan moest ik me bekeren. Maar ik was te jong om te gaan trouwen, man. Look at me. Nou, look, ze zijn niet meer snappen. Nou, look, ze zijn niet meer bigefi. Dat is wat trouw, mijn god, trouw naar Juru dat hij. Dat ik je vind, want trouw dat je nog maar dan een maaltie. Oké. Okay. Ik met mijn 17e keerde ik terug naar Paramaribo. Maar daarvoor, nou een trouw meisje beloopt me. Want trouw in die stad die meisje in een passie moro voor de papa winkel. Dat drie ding, dat heb de biggie kokoro toch. De biggie kokoro. Dan ben ik kruipie in dat gotro. Dat in je kruipie kon in dat kokoro. Dat zo we chop chopu, we bos bosi. Zab je toch dan chup chup chup. Zab je toch. Dat op den duur mij kon door ofzo. Maar er is er nog iets gruwelijks gebeurd in het district Para. Aan de Reisdijkweg. Waar eigenlijk deze man waar achter ze zitten, deze reden Lano Boutersen. En in de periode van Roy Horop, heeft Roy Horop en Boutersen hebben. En zijn mannen natuurlijk, want hij alleen kan het werk niet doen. Gezegd om te bundelen. Laten wij één natie worden. Hindoestaan, Kriool, Javaan. Laten wij stoppen elkaar in de haren te vliegen of elkaar te misachten. Te minachten. En zo heeft deze man, deze reden, Lano Boutersen, heel veel gesproken tot het Surinaamse volk en gemeenschap. Want als je terug kon kijken, mochten donkere jongens niet in de politieapparaat. Het was alleen maar bestemd voor elite, Hindoestaanse groepen.
En de militairen, zo was het een beetje gedeeld. Maar omdat de militaire plicht was, waren er ook Hindustaanse jongens in de militaire dienst. Maar het was voor elite. Wij als donkere mensen bezaten alle posten in het land waar eigenlijk wij de voordeel eruit konden trekken om het land op te bouwen. Maar goed, daarover wil ik een andere keer praten. Maar er gebeurde iets achter de Reisdijkweg. Daar woonde een gezin, een Hindustaans gezin. Ik kende dat kind heel goed. Haar ziel rustte in vrede. En ze was verliefd op een Bosland-Creoolse jongen. Van Opolani Kondre. En er zat twee broers, waren drie kinderen en twee broers. En omdat ze verliefd was op die jongen, elke keer hadden ze er een keer betrapt. We hebben die broers haar verschrikkelijk mishandeld. Waar die vader en de moeder erbij stonden te kijken. En wat gebeurt er? Het kind kon het niet meer aan. Heeft ze gedronken. Haar ziel rust in vrede. Een heel mooi meisje. Die jongen van Opolani Kondre, die werd ook heel erg ziek van. En die jongen is tot de dag van vandaag getraumatiseerd hierover. Omdat het zijn eerste jeugdliefde was. En dat meisje ook. Haar eerste liefde, maar ze wilde met die jongen zijn. Dus het gevoel is vandaag aan de dag niet meer zo. En we waren net als broers en zusters gaan samenleven met elkaar. Multicultureel heeft Suriname gevormd dankzij de woorden en van Desiree de Landenbouters, de woorden die wij moesten het accepteren om met elkaar samen te leven. Want uiteindelijk zijn wij allemaal Surinamers. En vandaag aan de dag komt een Santoki Chantrika Persat. Doei kai Santika Persat Santoki. Op de proppen. En breekt alle muren, alle wanden. Die opgebouwd is. Tussen donker en groen en geel en paars slaat die kapot. En vandaag aan de dag zitten we weer aan het begin van herstel van het maatschappelijk probleem. Maar zo konden wij zien dat het maatschappelijk probleem aan de onderkant van de kan was gedaald, maar nooit uit onze samenleving is weggepoetst. Het was een schijn multiculturele samenleving. Totdat er een duivel opstaat. En de angst en verdeelt en heerst tussen bevolkingsgroepen in Suriname teweeg brengt. En wij moeten zorgen als Surinamers. Make we go, sit, we sweet Seranang. Daar komt hij. Politiek, je praat uno. En umu sorgutaki, politiek, ne praat uno godoro. Want als wij ons hiervoor afgeven, dan zullen we afsterven, uitsterven en afstreven naar het afgrond. We gaan elkaar in de ogen moeten aankijken, zolang wij leven. Maar wij moeten zorgen dat deze Sibrefatas weggaan, die geen spierballentaal tegen ons komen tonen. Dat wij de rechthebbende eigenaren zijn van Suriname. Van Hindustaan tot Creool, tot Javaan, tot Indiaan, tot de Chinezen die zijn geboren in Suriname. Ik kan er van meepraten. Ik kom van de jaren 73. Er is nog heel veel meer gebeurd. Kijk maar naar Rubia. Het mocht niet. Het mocht niet zo zijn.
dat wij met elkaar verenigd zouden raken en dat er Douglas zouden komen en dat we van elkaar mochten houden. We moesten schijn hebben om van elkaar te houden, maar de werkelijkheid mocht niet baten. En toen het vruchten heeft afgeworpen, dat wij met elkaar eens konden zijn en met elkaar konden vieren en feesten en gluren en lachen en huilen, komt er één Santokki en zijn bende en ze breken alles wat goed was. En we moeten terugkeren naar herstel. Niet alleen maar herstel van economie, maar ook herstel van normen en waarden. Want normen en waarden hebben wij niet meer tegenover elkaar, maar hebben meer tegenover elkaar. Maar alobi moest kombaka. Voor poer amandisi, om soroese refi voer in die stani, kom met Jampanesi, kom met alle soort bevolkingsgroep, om soroese refi alobi, onom plei afeek. We gaan niet met elkaar eens zijn over dingen. Maar we moeten met elkaar door één deur gaan. Hoe je draait of keert. Ik ben gewoon naar Blakawatra. Mij moest maar schieuwen hoe die staan familie onder een tent die dat mij gaat doen dat drinken, dat jij was op je plek een bal. En zo was het. Na jaren is het zo gecreëerd dat ook een moxie naar ons revie. En die amand is constant tokie en zijn bende, dan is alles op zijn kop of over de kop gegaan. Dus, nog één ding, Wendy, zeg het maar. Natuurlijk, deze regering promoot de ghetto terug in de NDP. Boutersen en zijn crew hebben de ghetto uit de anonimiteit gehaald. Want als ik ga daar zo naar Rangu, dan zie ik dat de straten betegeld zijn, nu weer gevonden weg, noem maar op. Maar men zegt dat deze regering van Desiree Delano Boutersen niet heeft gewerkt. Huh? Als er nooit gewerkt is in het land, hoe kunnen deze dingen tot stand gebracht worden? Hoe? Jullie moeten niet alleen kijken naar de fouten die gemaakt zijn, maar ook kijken naar het welvaart dat deze regering wel geboekt heeft. Want als je geen goede wegen hebt, dan heb je achteruitgang van jouw auto. Heb je geen goede sanitair, heb je achteruitgang van jouw gezin en jouw behoeftes die je moet doen. En deze regering van Boutersen Adien was er hard op weg mee. En deze regering die is gekomen, heeft niets gedaan. Niets en ook niets zijn aan de macht gekomen met leugens. En iedereen heeft het geloofd. Dus, met Google Bouw, wie is er naar? Even de muziek. Even naar muziek, dames en heren. Samoromang, Tireneti. Natuurlijk, dames en heren, ik wens jullie allemaal van harte welkom. Die mensen die nog aankomen schuiven. De Mang Sang Wang Doeding reclame voor een evenement in België, Nederland. Natuurlijk. Ja, met een zachte landing kan je altijd bij Redman Faya zijn en dan in Saptaki je productie. En wakker gewoon vrij en blij. Ja, allures, nodde taki je kon naar blokuren, taki blokminuten, taki hey, draai en gimme. Bel Redman Faya, luka app dape, fawaka, otemikang. Promote me, dansi, tap a broadcast voor jou. Dan, we sorry taki na. Voor zo'n zachte landing dat altijd je deed. Je kan go vergelijk de prijs naar de radiostation. En ik zeg dat je naar mij ben je altijd goedkoper uit. Ja, want wij zijn voor Suriname. En wij zijn ook voor het bedrijfsleven. Natuurlijk is dat je te alles maar goed doen. De station moet dat goed doen. Station tapu. Dan redt man van je econ naar econ weer in Chinsani. Maar natuurlijk zullen er vaste dagen zijn die ik zal gaan doen. Maar ja, ik heb een paar vrije dagen van mijn werk. Daar maak ik goed gretig gebruik van om met jullie even te chansen
en te dansen. Maar leg voor bij Takik Babarangasa. Welke kant gaan we op? Wie heeft nog een opmerking? Of Kaseko, Alasani Sayuan Ikanduya. Is dit Kabula muziek? Nee, dit is ano Kabula muziek. Adjes om chin Kabula, maar ano Kabula man op chin Prisiri. En natuurlijk gaan wij wel niet alleen maar dit afdraaien. Maar er zijn nog heel veel meer anderen. Dus je kan tak Sayuan Yere Tideniti, je kan Jua Leisami op Tideniti, dat wij draaien lijs af, dat wij geniet. Natuurlijk, op afstand, we zitten Desani en mijn technicus. Moet je elke keer mensen. Mijn technicus de in Suriname. Helemaal in Paramaribo is mijn technicus. Dus mede mogelijk gemaakt door mijn technicus in Suriname. En if you want zo'n station, ook toe. Voor je kan doen op Chintori in Nederland of we speak there. Dan heb ik me een concours. Dan moet je zorgen dat een technicus voor mij is vrij. Kom lang in je computer. Daarmee zit een potie, maar het is ook een zachte landing en je hebt binnen 1 à 2 dagen productie. En natuurlijk, we zijn nog niet klaar, omdat er een paar dingen op zich laten wachten. Dus de technicus is ook een beetje ziek en dat valt goed tenminste voor mij uit. Komt goed voor mij uit dat de technicus ziek is, dat ik even kan ademhalen en mijn reclames kan maken en even hiermee aan de slag kan gaan. Met vingertikjes links en rechts lukt het nog aardig. En er moeten nog een paar andere spullen komen. En een paar mengpaneels en noem maar op. En er moeten nog een paar dingen plaatsvinden. Ja, natuurlijk een paar technische dingen. Dus vandaar dat het even nog zoeken en zoeken gaat zijn. Dus jullie zijn van harte welkom. De man zei je de dansie. Of je hebt een bedrijf, je wilt promote je tori. Dan... Je hebt ook Facebook, maar waar mensen ook meekijken is radio. En is het nieuw fenomeen, een nieuw radiosysteem maken dan alleen maar mensen te horen op een radiozender. Maar je ziet gelijkertijd met wie je te maken hebt. En dan heb je te maken ja, met de criticus Redman Faya. Natuurlijk gaan wij richting Paramaribo. Want wij zien dat er steeds verschuivingen plaatsvinden. Op dit moment heb ik afgelopen dag heb ik meneer Aluma gehoord. Meneer Aluma van de VAP. Een van de huisleiders van de VAP heb ik gehoord. En Aluma heeft gezegd dat in 2026 er geen criminelen meer in de regering moeten komen. Maar hij is omringd door alleen maar criminelen. Ik zou meneer Aluma willen zeggen, meneer Aluma... Stop met politiek. Meneer Aluma van de VAP, stop met politiek. Want je zit omringd door criminelen. Je voorzitter zelf is één. Zodra je stilt van het volk en je liegt voor het volk, ben je crimineel. Word je onder de noemer van een crimineel geplaatst. Dus meneer Aluma, heer ben de VAP, can get out. Want dan bedoelt hij ook, uit zijn woorden, moeten we gaan ventileren, dat hij Santoki bedoelt, dat hij Yogi bedoelt, dat hij Gayadin bedoelt, dat hij Seudin bedoelt, dat hij Noor Mohammed bedoelt, en dat hij ook Bravo bedoelt, dat hij ook Marinus P bedoelt, dat hij ook Canapé bedoelt, dat hij ook Poema bedoelt, al die mensen bedoelt hij. Dus hij weet, of zij weten, dat zij een criminele organisatie zijn. Want anders zou je het niet zeggen. Hij weet dat hij een criminele organisatie aan het belichten is in de partij waarin hij zit. Meneer Aluma heeft het duidelijk gezegd. Ik hoef die beelden niet te laten tonen. Jullie hebben het allemaal op Facebook gezien. En het zit hier in mijn hoofd. En Aluma zegt gewoon dat er in 2026 geen criminelen meer in de regering moeten komen. Maar als jij omringd bent door criminelen, dan zou ik zeggen. Brasa me etap a play. Kijk hoe ik hier ben, toch?
Even hoor wat ze daarmee aan. Hoe ik hier ben. En ik zou weten dat er criminelen zijn in een partij die criminele handelingen plegen. Dan zou ik de eer aan mezelf houden. Dan zou ik zeggen, hier ben ik niet thuis. Maar meneer Aluma, die blijft daar. En hij zegt gewoon spannend, ja. Er zitten criminelen in de organisatie, in de politieke partijen. Je kan NDP niet beschuldigen van criminelen. Want wie is nu aan de macht? Wie is vanuit de Suriname rivier, vanuit een boot gesprongen in de Suriname rivier om 1 uur, 2 uur s'nachts? Wie was dat? Niet Desiree Delano Boutessa. Niet een Abrahams. Niet Jennifer Simons. Niet meneer Ashwin Adin. Niet meneer Panka. Het was de voorzitter van de VAP. Ja, die uit die boot gesprongen was. De persoon die heeft gelogen voor de Surinaamse gemeenschap. Wie was het? Santokki toch? Niet Redman Faya. Niet een staf van de NDP. Niet de staf van de NPS. Maar de staf van de VAP. En de staf van de ABOP. Hebben gelogen voor de Surinaamse gemeenschap. Zo duidelijk is het. Dus wanneer wij deze mensen horen, moeten jullie goed naar ze luisteren. Heel veel mensen willen niet luisteren. En naar één stem wil ik niet luisteren, zeg ik jullie eerlijk. Ik wil niet luisteren naar die lelijke stem van Santokki. Ja? Ik wil niet luisteren naar die stem van hem. Jullie weten nog die sarcastische opmerking van hem tegen de onderwijzeressen. Toen Carla Bewotius hem interviewde van president. De onderwijzers zijn buiten, ze wachten op u, ze zoeken u. En weet u wat hij heeft gezegd? Ja, ik zoek ze ook. En hij is weggegaan. We hebben dit nog nooit meegemaakt in Suriname. We hebben het wel onder een andere manier of op een andere manier wel meegemaakt. Dat wij een president hadden, dat was president Ronald Venetiaan. Die de Surinaamse gemeenschap alleen maar via de televisie aansprak. En zich niet begaf tussen de Surinamers. Dat was Biggie Fassi. Biggie Memory. Ja. En ja. Er is maar één volkspresident geweest. En dat weten jullie allemaal. Dat hoeven we niet te zeggen. Ja. Maar één volkspresident is er geweest. En die, onze volkspresident hebben ze gecriminaliseerd. Waarvan hun de criminelen zijn. Dus een crimineel criminaliseert een crimineel. Of een crimineel criminaliseert iemand die geen crimineel is. Laat me het zo zeggen. En maakt hem tot een crimineel. Ja, en vandaag aan de dag zit meneer Aluma spannend te vertellen. Bij Radio 9 of Radio 10 of waar hij was. Ik weet dat ik geen hoge Nederlandse woorden kan uitspreken. Dan doe ik het op als een... Trouwens, ik kom ook vanuit het platteland. Dan doe ik het op zijn plattelands. Toch, if you know subtak, he Nederlandse tongen, meneer Aluma. No konanga... Asane fu Benny Miranda en... Migado... Hippos Fasan Nemes, hoe je me? Wat ben je meer aan de takasan, joh? Hippos Clippers, weet ik veel. Hippos Clippers of Clippers, Clippers, Lippers. Die minus op de sani met tak gewoon aorta. Alles wat sani met taki. Maar die dingen die slaan op niks. Toch? Dan, meer vindt taki. Hij heeft een mooie punt gescoord. En die was een goede goal voor Aluma. Om te zeggen. Hippocampus. A hippocampus voor Santokki Neoroko. A hippocampus. Frontale kont.
hippocampus naar een afrontale cortex. Ik moet ook een scheetje laten hiervan. Een hippocampus met die je echt net misakken mijn mossel. Ja, dit is na een netitorie toch. Dan zit je te kijken, zit je te lachen naar die stomme dingen die ze zeggen. Als je, ze weten niets meer wat ze moeten zeggen, dat ze zichzelf alleen maar in de val lullen. Dat mag ik zeggen, want lullen is rollen. Toch, ze rollen elkaar gewoon in de val. Ze lullen elkaar gewoon in de val. Ja? Dat zijn ze aan het doen. En ik ben blij dat ze elkaar in de val lullen. Want die man van Radio 9 zat zo naar die man te kijken van... Niemand. Zij het dat ja zo, jongen. Maar natuurlijk kan die man van Radio 9 om niet tegenhouden van... Boy, no taka sorry, no taka san dat, want... You force a voorzitter voor VAP. Want dat maakt nou een VAP ertoe, man van Radio 9. Nou een crimineel toe, maar je voert hem niet van konden. Zij het dat ja, die na partij. Je schade partij. Je schade partij. Je schade Ronnie Bravo. Je schade alle de mijn partij. Yogi en mijn man en vervals papieren. Ja. Of is Aluma van plan over te stappen naar de NPS? Omdat hij dat zegt. Is Aluma van plan om over te stappen naar de NDP? Omdat hij dat zegt. Want ik denk... Niet dat hij naar de ABOP gaat gaan, want maar tak van de regen in de drup. Toch? Want ik moet naar een criminele partij. Go in naar een criminele partij. En wat heb je gedaan? Dus ik kan hem nog steeds niet betichtigen of betrappen op die stal. En dat ben ik op de loer. Meneer Aluma, ik ben op de loer om u te betrappen op een diefstal. Vereniging van diefstal dingen ben ik bezig. Ik ben op de loer. Dus je moet het weten. Ja. Dus hij schaadt de VAP. Enorm. En daar ben ik blij om. Ik ben blij dat hij dat heeft gezegd. Omdat de VAP een vervoermanpartij is. Een criminele organisatie. Dus... Aan mijn frontale context, naar mijn hippocampus, naar je woko. Ja, dus we moeten even serieus zijn. Toch mensen, Tidenetti na Tidenetti. Ja, Tidenetti na Tidenetti. Dan moet ik even kijken. Marielle was, ik had Marielle hier.